Papillon de Editors hier op Breda Nu. Nakpraat tot 9 uur op je radio en 7.3 FM. Dat was een klankbordavond afgelopen maandag. Afgelopen maandagavond georganiseerd door de Clubraad in Café Beatrix. Met als gasten Sjoerd Ars, de aanvoerder van NAC. Trainer Marinus Dijkhuis en technisch manager, directeur, ik weet het niet meer. Hans Smulders. Leon, ik vond het een zeer interessante avond. Ja, nou ja, het was beide kanten uit. Hè. Het doel was om met ons te klankborden. Hè, dat zij van ons wijzer werden. Van wat komt bij jullie nou het beste aan? Maar op onze beurt wilden wij hun ook een kijkje in de keuken hebben over hoe die ploeg in elkaar zit. Wat de vooruitzichten zijn. Hoe de je zit met die Turk in je hoofd. En die kurkje in de keuken. Ja, een kurkje in de keuken. En... Oké, dat is weer... Sorry, ik zal niet afleiden. Af, zullen we eens even doorlopen, gewoon één voor één. Wat ze min of meer te melden hadden. De trainer, Marinus Dijkhuis, wat vond je daarvan? Ja, die vond ik wel een heel helder, eerlijk verhaal. Een reëel verhaal hebben, tot op zekere hoogte. Want hij wou ook niet het allerachterste van zijn tong laten zien. Klopt. En dat ging dan vooral over, we hebben een nieuw een beleid, hè. En wanneer moet dat ingaan? Ja, pas in de nieuwste transferwindow. Ja. Dus we hebben geen beleid nu. En dan weten we nog niet. Ja. Of is het lopend beleid van het vorige... Ze hebben wel beleid en hij wil er wel een elftal van maken, maar dat gaat heel moeizaam. Ja, en die kan zich ook pas echt te gelden maken op het moment dat je weer zaken kan gaan doen. En dat is pas ergens na de competitie. Hij gaf gewoon aan dat het een hele bewerkelijke selectie is. Ja, dat wisten we al, hè? Ja, maar het is voor mij wel, of voor ons wel een bevestiging. Ja, vooral een bevestiging. Hoe komt dat nou? Je zegt meneer Maaskant allemaal ingewikkelde karakters naar binnen gefietst. Je zegt het helemaal twee goed. Keer al eigenlijk. Je zegt het helemaal goed. Karakters van die groep, daar zitten gewoon heel veel moeilijke karakters in. En heel veel gasten die denken dat ze heel erg goed zijn, maar het eigenlijk niet zo goed doen. En de jongens die wel invloed hebben, zeg maar. Hè? Dus wel een knappe kop hebben en volwassen... Reëel zijn. Reëel dus en evenwichtig zijn. Die zijn er wel, maar die zijn zwaar in de minderheid. En die hebben grote moeite om die groep op te kunnen pakken en ze de goede kant uit te sturen. En daar hij is echt bezig met het groepsproces om dat te verbeteren. Maar dat kost heel veel moeite en tijd en het... Ja, maar dat heeft dus Maaskant allemaal laten zitten eigenlijk. Ja, die deed het anders, maar die deed het dus anders. Maaskant blufte heel wat af. Ja, die heeft in de snelheid heeft hij behoorlijk wat leuke kwaliteit spelers binnengehaald. Maar wel concessies moeten doen Maaskant, in hoe de balans qua karakters zit. Maaskant heeft vooral namen gekocht. Ja. Dat heeft hij twee keer gedaan, voor vorige winter ook. Maar heeft dus niet naar gekeken of het karakterologisch ook een team is. En dat is het niet. Ja, dat zijn de verwijten die deze avond vooral rondzongen inderdaad. En dat hoorde je van twee kanten. Hoorde je wel van de trainer afkomen, maar ook van de supporters. Maar de trainer is wel zelf kritisch in die zin dat hij toch wel dat durft te vertellen ook. En niet flauw is. Ja, het is natuurlijk, enerzijds is het heel makkelijk om af te geven op het beleid van zijn voorgangers natuurlijk. Het is wel heel makkelijk. Wij zien het ook. Maar hij erkent het probleem. Hij probeert er ook iets aan te doen, maar het is gewoon heel moeilijk. Ja. En dat is heel lastig. En dat was eigenlijk een beetje de conclusie van het verhaal van Dijkhuizen. Mm-hmm. Op wat details na. Er wordt wel, dames en heren, er wordt getraind op corners. Ja, nou, dat is, die gaan we noteren, Marcel. En dat is eindelijk. Wij hadden dus zoiets van die wedstrijd tegen MVV 21 corners 0 doelpunt. Toen kwam Dijkhuizen eroverheen. Ja, die wedstrijd daarvoor, ik weet even niet meer welke. Scoorde of die Dordrecht. Denk ik. Nee, scoorden we ook uit de corner. En die wedstrijd daarvoor scoorden we twee keer uit de corner. Dus hij zei van ja, ik snap jullie kritiek. En inderdaad, ze kwamen slecht voor. Maar er wordt wel op getraind. En er wordt wel meer resultaat uitgehaald. Ja, we dachten steeds dat ze altijd aan het corners aan het oefenen waren op een honkbalveld. Hè? Dat ze elke bal tot een home run probeerden te schoppen. Zoiets. Maar, hoog en ver. Ja, hoog en ver. Maar dan vooral aan de andere cornervlag en dan buiten achter. Ja, ze zijn inderdaad bezig met een aantal spelers te praten om beter te worden. En ja, ook meer concentratie, meer focussen. Meer samen te spelen, want Dijkhuizen zegt het is geen team, ze spelen niet samen, ze komen niet voor elkaar op. Het is... We hebben ook een hoop dravers. Maties wordt ook wel verweten dat hij altijd draaft, dat hij wel inzet heeft, maar dat hij vooral om de bal loopt. Er is weinig keuze op het middenveld op dat moment. Ja, maar nu maar er komt wel wat beweging in. Dus maar hij erkende ook inderdaad, wat wij maanden geleden ook al constateerden, op het moment dat er is weinig zelfredzaamheid en zelfredzaam vermogen in het team om zelf beslissen. Zelf beslissen. Maar je hebt natuurlijk mensen die wel iets kunnen vertellen. Ik noem het de Rauwelaar of een Ars, maar die staan dan weer te ver. Die zijn in de minderheid, joh. Je hebt dan meer mensen die ook...
meteen met, snappen wat je bedoelt. We hebben ook met Ars gesproken. En Ars zei zelf al, die wedstrijd uit bij Emmen. En zei, ik had het een kwartier al gezien. Ik zeg, nou, bijna 5 minuten al. Dat je er niet even kunnen zeggen. Ik zeg, eigenlijk had hij niet eerder kunnen zeggen. Dat had ons 500 kilometer reiskosten. Ja. Dat was 60 minuten blauwbekken op de tribune daar. Maar hij zei, toen vroeg hij, waarom zeg je nou niet tegen de elftal Nederlandse spelers van, godverdomme, doe ze normaal gas voetballen. Maar dat is heel moeilijk. Ja, knop omzetten als je verkeerd in de wedstrijd begint. Moeilijk om die gasten te bereiken. Moeilijk om ze ook echt te beïnvloeden. Roepende in de woestijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, NAC heeft wel een beetje een handje van om twee wedstrijden in één wedstrijd te spelen. Dus ze kunnen in de rust ineens of in elkaar storten of een hele andere tweede helft spelen. Dus het zou wel moeten kunnen, maar dan in de rust. Maar goed. Maar dat wordt dan, denk bij zo'n wedstrijd wordt het helemaal nooit meer wat. Nee, daar zeiden we ook van, waarom start hij er altijd zo slap? Ja, dan spreken we het af en dan vervolgens gaat het fout. Dat is vaak zo, en dan hè? Gaat iedereen maar een eindje lopen en zo, weet je wel. Iedereen loopt uit positie. Ik hoorde Dijkhuizen nog zeggen, als wij inzakken en er komt op positiespel aan, nou, dan loopt iedereen verkeerd. Ja. Dat is echt, dat schijnen we niet te kunnen. Niemand weet wel wat de afspraken zijn, wie pakt nou wie. Dat gaat volledig in de mist, min of meer. Dat is wel slecht, en pas als de NAC een beetje druk zet en een beetje naar voren, dan kan het elftal aardig voetballen. Maar positioneel is het gewoon heel zwak. Zwak, oké. Dat was de technische Cambodja-avond, of hebben we nog meer op te melden? Ja, maar we zitten bijna aan de klok. We zitten aan de klok. Sorry luisteraars, maar we zitten te oefenen. Dus onze buurman. Kunnen wij iets over de buurman melden al? De buurman? We doen dat straks. Oh, even, misschien met een teaser. Ik heb een teaser. Hebben we een teaser? Ja, die heb ik. Ja, die staat in de playlist misschien. Oh, die teaser. Nee. Hoepen de boep. Oké. Hoepen de boep. We gaan nou mijn auto's vangen. Snow Patrol. Met auto's vangen. Ja. Chasing cars. We'll do it all.